Welkom allemaal bij deze reading, algemene reading. Vandaag met de Tarot van de Dromen, de Wisdom of the Oracle en de Tea Leaves. Leuk dat je er weer bij bent. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Heel even mijn wierook weer aansteken, is gestopt. Ik kreeg door dat iemand je wil stoppen. Iemand wil jou stoppen. Het kan zijn dat iemand jouw toekomst wil blokkeren. Het kan zijn dat jij gestopt wordt in je groei. Maar iemand wil jou stoppen. Nou, we gaan eens kijken wat dit te... Ik wil weten over welk onderwerp dit gaat, dat stoppen. Waar gaat het over stoppen? Waar wordt het collectief mee gestopt? Een verbintenis. Ja, hier staat marriage, dat is huwelijk, dat weet ik. Maar verbintenis staat hier voor mij. Dit kan een verbintenis zijn die je hebt met spirit. Waar je dus je bijdrage moet leveren. Het kan zijn dat iemand probeert jou te stoppen. Dat je niet doorgaat met een bepaalde verbintenis. Dat kan zijn een verbintenis op je werk. Het kan zijn een verbintenis waar je heel trouw aan bent. Het kan zijn dat je een relatie hebt waarbij je zoiets hebt van ik wil naar het volgende level met die persoon. Dat iemand je daarin wil stoppen. Dus we gaan het wel zien. Maar een bepaalde verbintenis, daar wil iemand een stokje voor steken. Oké. Ik krijg meteen warm. En warm betekent voor mij altijd een hele diepe zielsverbintenis. Ik krijg het ook altijd bloedheet als ik tweelingenzielen readingen doe. Dus het zou, je zou het in die hoek moeten zoeken. Het kan ook je tweelingenziel zijn die probeert jouw huidige verbintenis met iemand anders, met een soulmate, te dwarsbomen. Wat mogen wij weten over die verbintenis? Een nieuw beginnende verbintenis, of iemand gaat jou ten huwelijk vragen, of iemand wil een nieuw contract, een nieuwe verbintenis met je aangaan. Kan zijn dat je dat aanbod al gekregen hebt, of dat je daar al op in bent gegaan, maar dit is de mannelijke energie, dus dat is de aas van staven. Een nieuwe verbintenis, iets waar je weer energie van krijgt, iets waar je in kunt groeien, iets wat potentieel heeft, dat komt eraan. Iets wat jou gelukkig gaat maken, iets wat bevrijdend werkt, hoor ik. En iets wat je hartchakra gaat doen stralen. En een onzichtbare energie. Want je ziet als het goed is hier dat ei. Zie je een gezicht in. Voor jou een onzichtbare energie. Dus ik heb het gevoel dat dit dus gaat om een energetische energie. Die jou wil stoppen. Want er komen allemaal zegeningen op je pad. En die zegening kan zijn deze verbintenis. Of deze vast contract. Of dat je met je date dat je exclusief gaat. Of van exclusiviteit naar verloving. Kan van alles zijn, de algemene energie. Als je het specifiek wil hebben, dan kan je me altijd mailen op philomenita@hotmail.nl. Voor een persoonlijke reading of kijk op mijn website. Gegevens staan hieronder. Maar jij gaat binnenkort een nieuwe doorbraak maken. Een nieuw begin. En daar ga je heel blij mee zijn. Je krijgt heel veel zegening op je pad. Maar er is iemand die dat tegen wil houden. Dat voel ik heel sterk. Wat mogen we weten over dat nieuwe begin? Nieuwe verbintenis. Moet rechtop. Ja, je hebt hier keihard aan gewerkt en nu krijg jij dus succes op je pad. Je gaat vooruitgang zien. En het kan zijn dat iemand dat wil dwarsbomen. Of er is iemand geweest die dat heeft willen dwarsbomen. En dat nu gezuiverd wordt. Dat je nu dus krijgt waar je al die tijd hard voor gewerkt hebt. Of waar je hard vooruitgang in hebt geboekt.
De honden of zijn kop. Dus het kan zijn dat je beter maar alleen kunt blijven. Het kan zijn dat jij je gelukkiger. Oké. Het kan zijn dat jij je gelukkiger voelt als je alleen bent dan dat je omringt met vriendschappen. Het kan zijn dat die vrienden niet loyaal zijn. Krijg nu een energie op de kruinchakra, wat voor mij een bevestiging is. Als jij dacht van nou, ik wil weer terug die vriendschappen aangaan, laat die links liggen, want die zijn jou niet zo goedgezind als dat jij misschien denkt. Jouw zegeningen komen op je pad, hoe dan ook. Iemand heeft dat misschien een poosje tegen kunnen gaan, maar nu is dat niet meer te stelpen. Ik zie ook eerst een beetje water door een dijk komen en daarna zie ik een hele dijkdoorbraak. Dus iemand kan niet jouw blessings, jouw zegeningen tegenhouden. Er is geen sprake van een misverstand. Iemand heeft dus echt, hier zie je een muur. Hij had een muur om jou heen gebouwd om jouw zegeningen, om jouw vooruitgang, om bepaalde geluk in de liefde, wat dat dan ook geweest is, een bepaalde verbintenis tegen te houden. Kan zijn dat je dacht dat er sprake was van een misverstand, maar hij kwam er op zijn kop uit. Deze persoon heeft dat heel moedwillig gedaan om jouw weerstand te bieden, dat je ergens niet in vooruit kwam, dat je ergens niet gelukkig mee werd, dat jouw zegeningen niet naar je toe kwamen. Wat mogen we hier nog meer over weten? Maar weet, dit is nu gezuiverd. Het is tijd voor karma, hoor ik. Dus het komt nu allemaal naar je toe. En die persoon die jou tegenhield, iemand waarvan je dacht dat iemand loyaal, trouw aan je was, dat gaat duidelijk worden wie dat is of is geweest. En daardoor tegelijkertijd daarmee. Wordt niet alleen die onthulling dan gedaan aan jou, wie dit is geweest, van je vriendenkring of wat dan ook, maar of iemand die jou heel veel trouw hebt gegeven of iemand waar je loyaal aan was, dat die dus dat misbruikt heeft. Ik voel gelijk koude lucht, maar ook jouw zegeningen en alles wat deze persoon jou heeft willen ontzeggen, blokkeren, dat komt ook naar je toe. En dan weet je van, ik moet deze persoon achterlaten. Dit is geen goede vriend, deze of vriendin. Deze persoon is geen echte loyale persoon. Of aan deze persoon wil ik niet meer loyaal zijn. En je laat deze persoon los. Je laat deze persoon achter je. Het kan zijn dat deze persoon jou altijd nog in de gaten heeft gehouden. Je stappen nagaat. Om te kijken van deze persoon kan bijvoorbeeld jou het boze oog hebben gewenst, of zwarte magie, of dat soort zaken. En heeft ook jou in de afgelopen periode in de gaten gehouden, zo van heeft het zijn uitwerking? Is die persoon erg vermoeid, waardoor ze tijdelijk stoppen met dat wat ze doen? Heeft die persoon, als het gaat daadwerkelijk om een relatie, heeft die persoon het al uitgemaakt met zijn of haar relatie? Is je verbintenis voorbij? Date je weer nieuwe personen? Ga je met je populariteit erop achteruit? Ga je met je gezondheid erop achteruit? Wat het dan ook is geweest. Deze persoon heeft jou van begin af aan, bekeken, aangekeken, hoor ik. En die verwensingen gedaan en is jou nog altijd aan het bespioneren. Kan ook gewoon simpel zijn via sociale media of wat dan ook. Om te kijken of het gewenste effect behaald is. Dus of jij inderdaad ergens mee gestopt bent met wat voor verbintenis dit ook voor je is. Kan je werk zijn, kan de liefde zijn. Kan zijn dat je dat iemand jouw love spells heeft gestuurd, dat je gestopt bent met je huidige connectie, wat het dan ook geweest is. Voor sommigen heeft dat met je werk, met je carrière, je succes te maken. Iemand heeft dat willen stoppen. Deze persoon gaat onthuld worden.
Deze persoon ziet geen effect van wat ze jou allemaal hebben toegewenst, toegezonden hebben energetisch. En worden daardoor ontmoedigd. Ze hebben al een periode van ontmoediging gehad en zijn toen alleen maar nog harder het gevecht met je aangegaan. Weliswaar energetisch, maar goed. En het heeft nog niet het resultaat behaald wat ze beoogd hadden. Weet nu, of jij nu die crosswatcher bent of degene die zeg maar onder vuur lag, dat deze persoon buitenspel wordt gezet, dat deze persoon geen grip meer heeft. Dat kan zijn omdat je verhoogd bent in de energie, omdat je beschermd wordt, maar ook gewoon omdat het tijd is voor karma. Deze persoon krijgt dubbel en dwars wat ze jou toe hebben gezonden terug. In viervoud hoor ik. En jij gaat... Jij hebt het gevoel dat je gereinigd wordt. Dus het kan zijn dat jij voelt dat een lichtere energie over je heen komt. Het kan zijn dat jij je weer goed voelt. Dat je die verbintenis weer voelt. Het zij in je connectie, het zij waar je toegewijd aan bent. Of je voelt je weer geïnspireerd als het gaat om je werk. En de ander, ja, die heeft het kijken naar, die vindt het niet fijn dat het niet gelukt is. Oké, een beetje een, hoe zeg je dat, een narrow-minded persoon, een iemand die, ja, nou ja. Deze persoon ga je loslaten, want je gaat heel duidelijk doorkrijgen om wie het gaat. Dus let goed op je dromen, signalen, synchroniciteiten. Weet dat je op het juiste pad bent en dat daarom ook het, dat je beschermd wordt en dat je dus vooruit mag gaan en dat deze persoon gestopt wordt. Ze hebben niets of nauwelijks meer effect op je en op een gegeven moment krijgen zij dus in viervoud terug wat ze je hebben toegewenst. En ik denk dat deze persoon vol verwachting zat te kijken van wanneer klapt het nou, wanneer gaat die verbintenis met hun trouwe, loyale persoon of met hun werk of met hun gezondheid of wat dan ook. Wanneer gaat het nu eindelijk gebeuren dat dat misgaat? En die persoon gaat erachter komen dat het niet gelukt is, dat het totaal geen effect heeft. Ja, karma, wat zei ik? Karma, je krijgt wat je zaait. Die persoon gaat zijn karma krijgen. Het wiel gaat veranderen. En jij komt in die rustige, luchtige energie. Je kan gaan genieten. Het kan zijn dat je ineens, als je bijvoorbeeld ruzie gehad met iemand op de zaak, op je werk, in een relatie, dat het nu dat je in rustig vaarwater gaat komen. Ja, er waren tijdelijk problemen. Dat kwam dus door die energie die die persoon jou toestuurde, jou toewenste. En dat was een zeer arrogant persoon. Het kan een ram geweest zijn, maar dat hoeft niet. En deze persoon die gaat dus nu in viervoud die karma krijgen. En... deze persoon heeft ook op mentaal vlak geprobeerd jou te mindfucken. Is ook niet gelukt, hoor ik. Wat is het advies op deze legging? Deze valt eruit. Zo moet ik hem doen. Oké, hem op. Nee. Het wiel is gedraaid, want hij kwam er ondersteboven uit. Iemand probeerde jou het wiel, hè, jouw voorspoed, de liefde, het alles tegen te werken. Want als het wiel namelijk op zijn kop is, dan staat jouw leven op zijn kop. Dan kom jij niet vooruit. En dit komt er binnenkort aan. Misschien dat je te veel het cijfer 4 ziet, want het boel gestagneerd was. Maar nu ga je het cijfer 10 zien, dat je dus vooruitgang krijgt. En 10 is ook 1 en 1 is ook hier die nieuwe gepassioneerde start met deze Aas van Stavenkaart. Iemand wilde dat jij in gebrek kwam. Of je nu, of dat nu ging om gebrek in de liefde, dat jij geen inkomsten had via je werk, of dat je je baan zou verliezen.
of dat je niet gelukkig zou worden, wat dan ook. Dat gebrek, dat is niet gelukt en dat krijgen zij nu op een pad. Zij gaan nu 555 zien. Ze zullen zich nog wel achter de oren krabben. Zij zijn dwaas geweest om met jou te sollen. En zij gaan nu een koekje van eigen deeg krijgen, hoor ik. Zij krijgen geen toegang meer tot je. Dit is de koning van zwaarden. Kan een luchtteken zijn. Een tweelingweegschaal waterman. Of dit kan symbool staan voor iemand die koud of standelijk is. En iemand die dus zeer actief was in energie naar jou toe te sturen. Met de vijf van zwaarden. Mentaal ook heel veel toegezonden. Maar met de aas van zwaarden ga je binnenkort dus, wat ik al zei, te weten krijgen wie dit dan is. De waarheid komt aan het licht. Waarom dat jij niet vooruit kwam qua succes, qua liefde, qua werk. En deze persoon gaat nu nachtmerries krijgen. Die krijgen eigenlijk al dat mentale, die mindfuck waar ik het net over had, die gaan zij krijgen, niet jij. Jij gaat vooruit. Zij hebben jouw vooruitgang nogmaals willen dwarsbomen, maar jij gaat vooruitgang boeken. En zij komen juist vast te zitten in in die kooi. Omdat zij jou dit hebben toegewenst. Ja, nogmaals, hè, we hadden hier karma, dat voelde ik al. Zij gaan een koekje van eigen deeg krijgen. Dankjewel voor het kijken. Veel liefde en licht. Namaste.